Ik ben Gerrit. Ik boer tussenbouw voor Weser Loxton met dorpers, merino's en persies. En zo ook met een beetje wild. Ik heb bij die boerbokken begin toen ik nog op school was. Het ek een paar ooie vir my gekry om ook maar in die boerdery in te kom. En dis maar waar my liefde vir hulle ontwikkel het. Hulle het presteer baie goed, so vir my is dit net lekker. Vir die toekoms sal ek sê, net om dalk nog groter te gaan staan, om uit te brei en die skaap te verbeter, wild te verbeter. En ja, op die ouwe te kan terugkijken en te kan sê, dit is wat ek reg gekry het in my kort tydjie wat ek op die plaas is. Want soos jy weet, jy kry maar net een beperkte tyd op een plaas, sê 20, 30 jaar om jou insette te lever en dan vat die volgende generasie vat oor. Sê, en jy hoop maar, hulle vat het verder en ja, hulle raak jy net ontslaap op die ouwe. Van alles wat jij opgebouwd hebt, die reteer je leeftijd. Als ik een ding krijg, wil ik om netjes maken of beter maken. En los altijd goed in een beter toestand als wat je het gekregen hebt. So, ja, dis maar, zal ik zeggen, so groot geworden. Buiten boer doen ik allerhande goed. Witwater roei en ek vang vis en ek hou van rondtoer en so, maar die lekkerste sal ek sê is by die witwater roei, want dis letterlik, jy slaap onder die sterre en goed, lekker kampvuur en ja, jy kan nog een vis of twee ook vang as jy lus het. Ek is eerlik, dit wat jy sien is wat jy kry, ek glo nie aan allerhande agendas en goed he. Ek is betrouwbaar ook, as jy vir my een ding sê of een ding wil, dan sorg ek dat het gedoen word. Ek kan sê, en ek is ook baie sagge aard. Ek is maar baie sag en sikkel maar baie keer nee te sê, want ek voel net, ek moet help of ek moet dit doen. So, dit sal ek, kan ek vir jou sê, is my drie eigenskappe. Een vrou, denk ek, wat by my sal pas, is liefdevolle, spontane en natuurliefhebber. As sy nie lief is vir die natuur, gaan sy definitief jy aanpas. Sy moet bereid wees om haar eie ding ook te kan doen. Sy moet nie wag en hoor wat is haar om te doen of wat moet sy doen. Sy moet haar eie initiatief gebruik en goeders self haar skep, verstaan wat sy wil doen. As daar een vrou is, sal haar definitief kinders wees. Ja, 10-1 hang nou maar af wat die kinders is, maar laat hulle weer een dag vorentoe weer by my kan oorvat en so maar net van geslag tot geslag gaan. So, maar dit sal een mens maar leer met tyd. Jy sal dit nie dadelijk weet nie, maar die toekomst vorentoe definitief. Ek sal weet as het die een is. Ek weet, ek sal weet. Ek is nie baie vol dinge met die meisie nie. As het die rechte persoon is, sal ek het makkelijk vir haar kan sê, ja. Ek sal nie terughou, kan terughou en terughou en so, ek kan nie. Dit is, ek moet het sê, anders slaap ek sleg.